Wat is er waar, ken je van het verhaal? Er schijnt op de ledenraad woensdagavond iets besproken te zijn dat deze vier commissarissen bij de Telegraaf zijn geweest om actie te ondernemen tegen Cruijff. Klopt dat of niet? Sorry? Er is besproken, volgens mijn bronnen, dat er die avond een poging is geweest, een aantal weken geleden, met de directie van de Telegraaf, om Cruijff bijvoorbeeld zijn column af te nemen. Hoe kom je aan die informatie? Ja, hoe zeg je dat altijd netjes, jongen? Mijn bronnen onthul ik niet, hè, zeg je dan. Nee. Zoals er ook informatie is dat de Telegraaf ook daadwerkelijk ingegrepen heeft in verhalen van Jaap de Groot, de directie. Die ze inderdaad niet hebben laten publiceren. Ja. Ja. Wat is daarvan waar? Het is zo dat... Er gaat ervan. Ik probeer daarin... Ik weet niet of je het leuk vindt of niet, maar er schijnt een brief te circuleren. Want dat was het verhaal wat de hele tijd rondgaat. Nou ja, de verzoeningscommissie. Wij zijn begonnen een weekje of drie geleden. Na de dag na Ajax Feyenoord. Het was 30 oktober. 31 oktober is de verzoeningscommissie, zoals we dat noemen, die is geformeerd. Verzoeningscommissie nadat het net de Raad van Commissarissen... Ja, proberen om die Raad van Commissarissen weer bij elkaar te brengen. Ja. En in mijn eerste contact met Johan, dat was 1 november met Johan Cruijff op dinsdag, liet Johan vallen dat er een brief zou zijn van de Telegraaf aan de Raad van Commissarissen. Echt uitdrukkelijk aan de Raad van Commissarissen. Waarin een gesprek, de inhoud van een gesprek, is bevestigd. Gesprek dat gevoerd was 's ochtends voor de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Maar tussen wie dan precies? Dat is wel de directie bij betrokken en de Raad van Commissarissen. De directie van de Telegraaf had een gesprek op verzoek van deze vier leden van de Raad van Commissarissen, behalve Johan, om van gedachten te wisselen. Maar gedachten Johan wisselen wist, of ja, nee, maatregelen? Johan wist dat niet. Johan die is daar niet in gekend, die wist er helemaal niks van. En die hoorde op maandag vanuit kringen binnen de Telegraaf dat de inhoud van dat gesprek bevestigd was. En hij had inmiddels ook al begrepen wat er tijdens dat gesprek aan de orde was geweest. Onder andere was gevraagd om zijn column te stoppen en dat soort zaken. Dus de column die hij in de Telegraaf heeft, die moest hij dan opzeggen, zonder zijn medeweten? Nou, opzeggen, of daar moest in ieder geval iets aan gedaan worden. Maar daar kom ik zo op. Ook werd over de rol van Jaap de Groot werd gesproken. En wat moest daarmee gebeuren dan? Nou ja, die moest ook aan banden gelegd. En er was denk ik ontslagen, of niet? Wie is Jaap de Groot? Jaap de Groot is de hoofdsport van de Telegraaf. En die is een beetje eigenlijk de spreekbuis van Johan Cruijff. Oh, ja. Het wordt steeds interessanter. Ja, en dat gesprek, dat is niet de volgende dag. Film of zo. Ja, dat is een soap. Dat zou is iets voor een soap. Het is inderdaad soapwaardig. Maar het is dus wel waar, dit verhaal. Dus dit is verhaal. Dit is gewoon niet zo'n al te moeilijk verhaal. Nou, dat is vervolgens bevestigd, dat gesprek, door de Telegraaf. En Johan wist daarvan. En Johan, het eerste wat Johan tegen mij zei, luister, ik wil wel praten. En ik ben heel gaarne bereid tot het oplossen van deze problematiek. Maar die brief, heb ik begrepen, die is gericht aan de voltallige Raad van Commissarissen. Daar maak ik deel van uit. En dat gaat ook over mij, dus ik wil die brief. Hmm. Vond ik een uiterst legitiem standpunt. Ja.